Op het kunstgrasveld van MZC11 in Zierikzee beginnen het Zeeuws Elftal en FC Dordrecht aan de oefenwedstrijd. En Gerard de Nooijer is natuurlijk de trainer van FC Dordrecht. En hier de twee pupillen van de week die voor het duel de eerste goal maken. Dordrecht is bezig aan de laatste fase van de oefencampagne. Vorige week speelden ze ook op Zeeuws grondgebied tegen het Schouwse elftal. Die wedstrijd ging met 2-1 verloren. Dus ze hebben vandaag wat recht te zetten. Dus Anthony Berenstein op de paal. En dat is een sterk begin van de kant van FC Dordrecht. Dennis Tukker. Goede beweging. Ziet Tom Blommaert in het centrum vrijlopen. Goede bal ook. Probeert hem over de keeper heen te wippen. Maar dat was te hoog. Wel leuk geprobeerd door die spits van Brugse Boys. FC Dordrecht dan weer. Met oud-Feyenoorder Ricky van Haren. Komt de bal weer bij Berenstein. 1-2'tje met Arias. Berenstein schiet, maar Van Dodder pakt. De rebound dan. Maar dat is buitenspel. En dit is een beetje het beeld van de wedstrijd. Dordrecht heeft veelal de bal. En probeert de vrije man te zoeken. Of schiet van afstand. Ricky van Haren hier met de poging. Maar weer een goede redding van Joshua van Dolder. Die doelman van FC Douwendalen. 5 minuten voor de rust. Daniels met een schot. Van Haren. Goede sleep. En dan met links in de kruising. Mooie goal van die oud-Feyenoorder Ricky van Haren. Goeie sleep hier zo, waarmee die Mats Willemsen in één keer kwijt is. Dan nog een kleine kap. En zo laat hij Joshua van Dolder kansloos. Hij stopte 2 afstandsschoten, maar bij de derde moet hij toch de bal uit het net vissen. De slotminuut van de eerste helft. Verre ingooi. Arias. En dan komt Berenstein net te kort om die bal bij de tweede paal binnen te tikken. In de tweede helft 9 nieuwe namen aan de kant van het Zeeuws elftal. En dat is dan nog eventjes wennen. Want meteen na de pauze is dit Alvin Daniels. 1-op-1 tegen Joost de Kubberg. Is die kwijt? En hij gaat scoren. Maar Dennis Tukker haalt de bal net voor de lijn weg. En daar baalt Daniels van. Opnieuw Tukker. Slordig ingeleverd. Quincy Bogers. Met een goede bal opnieuw Daniels. Weer met de Kubberg. Goede redding van Luc van Geelst. Maar dat kan nog altijd voor Dordrecht. Maar Bogers schiet in de handen van Luc van Geelst, de doelman van SSV. Hij kwam op het laatste moment bij de selectie, omdat de keeper van Goes, Dennis El, geblesseerd afhaakte. En dit is een hele slechte bal van Daniel Wissel. De ingevallen Everham Pisas. En die scoort. Een koud kunstje voor de rechtsbuiten van FC Dordrecht. En wat kan het Zeeuws elftal dan nog? Ray Kroon, goede actie. Opnieuw aan de bal. Ziet Steve Schalkwijk vrijstaan, goede kap. Maar een zwak schot. Dit had hem kunnen zijn voor het Zeeuws elftal. Daniel Wissel. En dat is een hele goede bal op de snelle Schalkwijk. Gaat hij hem nu wel maken? Weer met links. En weer een goede redding van die Koremans. De rebound dan nog voor Ray Kroon. Opnieuw die doelman van Dordrecht. 2 goede mogelijkheden voor het Zeeuws elftal binnen de minuut. De Kubber. Oh, laat hem van de borst springen. En dan gaat Daniels dan scoren. Om de keeper heen. Verkeerde aanname. Legt hem dan terug op Arias. Die moet dan scoren. Maar schiet over. Dat is een hele grote kans voor FC Dordrecht. Nog een minuut te spelen. Geen goede voorzet van Merweskerken. Ai, wat is dat voor tackle? Tom Blommaert is het slachtoffer. Er komt al wat commotie en scheidsrechter Cor Bos besluit de wedstrijd te staken en meteen af te fluiten. En wat een tackle zeg van die aanvoerder van FC Dordrecht. En hier het slachtoffer, Tom Blommaert. En zo komt er een raar einde aan de wedstrijd. Het Zeeuws elftal verliest met 0-2 van FC Dordrecht. Laten we hopen voor Blommaert dat zijn enkel blessure meevalt.